De tijd van onbezorgdheid die is voorbij. Want vandaag begint de lange weg naar morgen. Hilco Hilterman, dat maak jij hem af. Dromen komen als een vlindervrij, niet langer in geborgenheid verborgen. Je moet hem opzoeken, hè? Je kende hem niet, hè? Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem even gespiekt had. Waar gaat dit over? Dus het beginliedje van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, dat ken je wel, Vincent. Opvoeding. Nee, ik heb nog nooit een aflevering. Serieus? Ik heb nog nooit één aflevering gezien. Opvoeding. Jij wel? Opvoeding. Ja, ik heb wel gezien, maar wel lang geleden. Allemaal gebrek aan opvoeding, heren. Maar goed, Goede Tijden, Slechte Tijden bestaat 25 jaar vandaag. Geen zorgen, we gaan hier niet de verhaallijnen uit de doeken doen. En de vraag beantwoorden of Arnie misschien terugkeert. Want hij is ergens in een oerwoud in Brazilië, volgens mij. Verongelukt, ooit, met een vliegtuig. Hij kan dus nog terugkomen. Gaan we het niet over hebben. U kijkt naar Z2D en dan gaan we het natuurlijk hebben over de financiën achter Goede Tijden, Slechte Tijden, Ilko. We zijn op zoek gegaan. Ja, we hebben met de redactie gebeld vanmiddag. Want we wilden nou wel eens weten, wat kost het nou om Goede Tijden, Slechte Tijden te maken? En vooral, wat levert het op? Nou, dat was een interessante zoektocht. We hebben gebeld hier binnen RTL bij mensen die dat zouden moeten weten. Mediabureaus en De Mol, degene die produceert, Goede Tijden, Slechte Tijden produceert. Het was heel moeilijk om mensen te pakken te krijgen, want bleek, iedereen zat vandaag in Amsterdam bij elkaar 25 jaar Goede Tijden, Slechte Tijden te vieren. Ja, en bovendien, degene die we wel te pakken kregen, die waren vrij terughoudend. Want ja, het is wel gewoon bedrijfsgevoelige informatie. Ja, het is wel de langslopende soap. Ik geloof de enige die het echt heeft overleefd. Ja, volgens mij wel. We hebben natuurlijk Goudkust gehad en Onderweg naar Morgen. Zul jij waarschijnlijk ook allemaal niet kennen, Vincent. Maar die hebben het allemaal niet overleefd. Allemaal gesneuveld. Ja, Goede Tijden, Slechte Tijden is er nog steeds. Al scheelde dat weinig, hoor. Want in het allerbegin, 1990... moesten de kijkers wel heel erg aan wennen. De kwaliteit was ook nog helemaal niet zo hoog van het programma. Dat vertelt Ruud Hendricks, die destijds de baas was van RTL Nederland. Bordkartonnen, decors, acteurs die nog nooit geacteerd hadden, totaal onervaren waren. En het was zo erg dat onze reclameverkoopmensen na 10 weken tegen mij zeiden van: Ruud, haalt alsjeblieft van de zender af, want er krijgt helemaal niemand en we kunnen het ook niet meer verkopen aan adverteerders, want die hebben gezien hoe slecht die kwaliteit is. En toen heb ik ze bijna gesmeekt, samen met Jan van der Ende, om het toch nog 4 weken de kans te geven. En 2 weken later begonnen de kijkcijfers als een raket te stijgen. En ja, de rest is historie. Ja, en dus wow. Vanuit Bonaire vertelt hij dit, dus vanuit de verbinding Maar goed, ze bestaan dus nog na 25 jaar en het is een groot succes. Maar wat betekent het financieel? Dat is het gevoelige punt, dus geef je al aan. Wat hebben we kunnen ontdekken? Nou, we hebben bijvoorbeeld eens onderzocht wat het nou aan reclameopbrengst oplevert. Zo'n soap om 8 uur. Nou, we hebben mediabureaus gebeld. Sommigen hebben een inschatting proberen te geven. Het zijn natuurlijk echt inschattingen. Ja. De exacte cijfers hebben we niet. Er is één bureau, groot bureau, dat heet Mindshare. En dat heeft bij wijze van spreken op de achterkant van een bierviltje even voor ons willen uitrekenen wat het nou oplevert. Nou, één spotje levert zo'n 11.000 tot 12.000 euro op. Nou, per aflevering kom je dan op een totaal van 170.000 euro. Doe je dat maal ruim 200 afleveringen in een jaar, dan levert het toch mooi 34 miljoen op. En ja, al 25 jaar lang. Dus dan praat je toch over 150 miljoen euro. Het is nog geen miljard. We zijn eigenlijk op weg naar het miljard en dat gaan ze ook volmaken. Dat is een beetje in jouw wereld heilige graal, geloof ik. Nou ja, een miljard dan begint het echt moeite. Ja. Maar in ieder geval, ik vind het toch gewoon voor 11.000 mensen dat je dan meer dan 1 miljoen mensen bereikt, is toch aardig. Toch knap, ja. En 17 reclames per aflevering. Ja. Maar goed, weet je, dat zijn de reclameinkomsten. Want je ziet ook wel dingen langskomen in de soap die waarschijnlijk ook wel betaald zijn, toch? Er worden producten gebruikt in die soap en dat is natuurlijk geen toeval. Het is geen toeval dat alle acteurs in Goede Tijden, Slechte Tijden met een Samsung-telefoon bellen, bijvoorbeeld. En er komen ook etenswaren voorbij. Laten we even kort kijken. Wil je ook? Lekker. Ik hoorde dat jullie je plan aan het maken waren voor de opening. Ja, klopt. De vraag is dan, wat betaal je daar nou voor zo'n product placement in zo'n goed bekeken serie? Ja, hebben we ook eventjes gevraagd. En voor dit moment is dan 6500 euro ongeveer betaald. En dat is dan, je was in een bredere campagne. Vaak je koopt niet één dingetje of zo. Nee, zo'n producent kan dan zeggen in een reclame of in de supermarkt bijvoorbeeld: hè, dit product kent u uit goede tijden, slechte tijden. Dus het is op die manier, wordt herkenbaar voor consumenten. Dus het product herkennen ze. En ja, het helpt natuurlijk mee dat het buiten het reclameblok om is. Ja, en de opbrengst, wat kost een soap? Ja, daar hebben we ook even gekeken wat RTL nou kwijt is om dit te produceren. Ook dat is weer een inschatting geweest. Maar 14 miljoen. Dus 20 miljoen per aflevering winst. Daar hebben we de cijfers al inderdaad. Nou, de beste inschatting die we hebben kunnen maken op basis van deskundigen die wij gebeld hebben, is dat het Endemol, want dat is dan de producent, 70.000 euro kost om 1 aflevering te maken. Ja, en doe je dat weer maal al die afleveringen per jaar, dan kom je op 14 miljoen uit. Dus dat is een stuk minder dan de reclameopbrengst in ieder geval. Nou, die acteurs, we hebben natuurlijk heel veel sterretjes en sterren zien komen en zien gaan. En wat verdient dat?
Ja, dat is helemaal niet zo goed betaalde baan als je misschien wel zou denken. Ook dat hebben we even aan Ruud Hendricks vanuit Bonaire eventjes aan hem gevraagd. En hij zegt dat nou in die begintijd toen hij er was, toen verdienden ze helemaal niet zoveel. En waarschijnlijk is er sindsdien ook weinig veranderd. Nog steeds is het zo dat je als acteur in goede tijden, slechte tijden niet meer verdient dan een modaal jaarsalaris. De uitzonderingen daar gelaten. Kijk, als je al 25 jaar in de serie zit, zoals Jet van der Meij, neem ik aan dat je meer verdient dan iemand die net begonnen is. Maar de meeste acteurs zagen goede tijden, slechte tijden als een springplank naar een latere carrière en latere lucratieve neveninkomsten. Het ouderwetse stammelcircuit? Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon zo. Als jij elke dag met je gezicht op goede tijden, slechte tijden bent, dan kennen veel mensen jou, herkennen je me. En dat is geld waard. Ja, hey, maar dat GTST, dat, als ik die cijfers zo zie, blijft nog wel even? Ja, het is dus financieel succes, kunnen we wel stellen. En daarnaast zijn de kijkcijfers ook gewoon heel goed en behoorlijk stabiel. Daar kunnen we ook even een overzichtje van. Nou, de eerste weken, hebben we dus Ruud Hendricks horen vertellen, die waren nog heel moeizaam. Maar daarna zie je al dat vanaf 1990 het gewoon... Even een dippie, hè? Het lijkt AX en X wel, volgens mij. In de uitzending. Jawel. Maar ik weet niet wat er, of iemand zwanger was. Onze kijkers. De grafiek bedriegt een beetje. Hij begint op 1 miljoen. Nou, precies. Hij ziet dus dat hij niet onder het miljoen is gezakt. Zelfs in het dipje 2008-2009, toen ook werd gesproken over is goed tijd, slecht tijden misschien wel klaar, heeft de langste tijd gehad. Zie dat het wel boven het miljoen bleef en daarna gewoon weer is gaan stijgen. Ja, en daarnaast is het natuurlijk voor de zender RTL 4, voor het bedrijf RTL Nederland, wel heel fijn om een programma te hebben waarvan je gewoon op aan kan dat hij om 8 uur meer dan een miljoen kijkers scoort. Elke avond opnieuw. Ja, daar profiteren andere programma's ook weer van mee. Het zal een leuk feestje zijn, denk ik. Ik denk dat het hartstikke gezellig is geweest vandaag. Wij waren niet uitgenodigd. Nee. Ilke Eltouan, dankjewel.